Wij zijn Barrel Challenge Team Hakuna Matata. En daarvoor hebben we deze auto gemaakt. Barrel Challenge is een soort rally zonder wedstrijdelementen. Waarbij er naar over de grens ver orde wordt gereden. 2 jaar geleden Roemenië, dit jaar Kroatië. En daar maken mensen eigenlijk een soort vrouwwagen van een auto. En dit is de onze. Iedereen is enthousiast. Niemand ziet ooit zoiets. Uiteraard dit. Je krijgt alleen maar duimpjes. Ja, wij waren gewoon ontzettend fan van The Lion King. En 2 jaar geleden gingen de mannen gingen er voor het eerst mee rijden. En toen was hij nog heel zilvergrijs, heel saai eigenlijk. En ze kwamen daar aan op het startpunt. En de ene naar de andere prachtige praalwagen eigenlijk kwam voorbij gereden. En toen zeiden Marijke en ik tegen elkaar van de jongens zijn wel echt de rookies momenteel. Hun auto is zilvergrijs, zat niks op. Nou, daar moeten wij als terug zijn maar wat verandering in brengen. En dit is het resultaat. Nou, dit is dus de Leeuwenkoning auto en hij is verdeeld in verschillende thema's. Aan de voorkant zie je Rafiki, die de pasgeboren Simba natuurlijk toont aan de rest van de dieren van de savanne. Net als in de film. Zijn familie staat onder hem en hier zie je de neushoornfamilie en de giraffenfamilie die allemaal Simba komen aanschouwen. Hier zie je zelfs de olifantenbegraafplaats waar Mini Scar zich bevindt. En dan ga je eigenlijk via de voorkant, waarbij je de Simba met Timon en Pumba over de boomstam ziet lopen als het ware. Ga je naar de achterkant van de auto, kom je eigenlijk bij Timon en Pumba gedeelte die natuurlijk met Simba leven op alle insecten die daar voorkomen. En hij kan een heleboel kabaal maken, natuurlijk allemaal een Jungle Book thema. Dus we komen aan met de openingssong en we zwaaien vaak af met Hakuna Matata. Wat vinden jullie van deze auto? Sierlijk. Ziek. Ik ben het meest trots eigenlijk op die Rafiki aap. Want die heeft best wel wat moeite gekost voordat hij weer en wind bestand was. Dat je met 130 over de snelweg kan zonder dat hij naar beneden komt. Dus daar zit wel wat werk in. Maar eigenlijk ben ik gewoon trots op het hele geheel, hoe het allemaal bij elkaar past. Ik vind het een prachtding. Hey. Is het voor studiepunt of zo? Ja, zeker. Oh, chill. En? Hoeveel? 3? Ja, wat zeg jij? Ja, 4. 4 studiepunten? 4, een soort van voorkant super, achterkant, ja, jammer. Gewoon, ja, een beetje, ja. De kleuren passen niet goed op elkaar. Een soort van voor, dan denk je, oh, vet. En dan achter, denk je, ja. 4 studiepunten. Sinds Sikkom een berichtje heeft geplaatst met een foto, worden we wel herkend met Sikkom zoekt jullie of... Oh ja! Nou, bijvoorbeeld, ja. Dus dat is wel ontzettend leuk.